Goedemiddag, vandaag staat weer een thuisblijf challenge op het programma. We gaan vandaag de handstand doen en we doen het op verschillende niveaus. Laat maar zien. Niveau 1 is je zet je handen op een verhoging en je voeten op de grond. Belangrijk is dat je handen gestrekt zijn. Dus je hoofd raakt niet de verhoging aan. Oefening 2 is je legt je handen op de grond en zorgt ervoor dat je in een opdrukhouding blijft waarbij je armen gestrekt zijn. Oefening 3 is je zet je voeten op de verhoging en gaat met je handen op de grond en zorgt ervoor dat je weer je armen gestrekt hebt. Oefening 5 is we gaan als een spinnetje tegen de muur. Dat wil zeggen, je gaat met je gezicht naar de kamer toe en gaat lopend omhoog. Belangrijk is dat je armen weer gestrekt houdt. En een technische tip is, probeer op je vingers te drukken. Dus geen platte handen, maar op je vingers drukken. Goed. Oefening 6 is, we gaan de handstand tegen de muur aanmaken. Als het niet lukt, kan je het gewoon nog een keer proberen. Als je tegen de muur aanstaat, probeer je steeds een klein beetje los van de muur te komen, zodat je even stil in balans staat bij de handstand. De laatste oefening is de handstand los. Je probeert te balanceren. Een tip, probeer het op een zachte ondergrond te doen. Bijvoorbeeld op het gras of ergens op een matje in je huiskamer. Laat me zien. Tot welk niveau kom jij? Ik ben benieuwd. Laat het weten in de reacties. Succes!